Ik wil nu afsluiten met de man die helemaal geen introductie behoeft. Die wel voor ons staat, voor al die kandidaten, voor de hele club. Hij gaat zijn lijsttrekker speech houden. Mag ik na een daverend applaus voor onze lijsttrekker Paul Laudy. Ik ben echt heel erg blij om vanavond hier in de Banderij zo'n volle zaal te zien met hoofdzakelijk VVD'ers. Robert, leuk dat je er bent, man. Hartstikke goed. En wat hebben we sterke kandidaten? En het scheelt heel erg veel, beste mensen, als je niet 92 pagina's nodig hebt om uit te leggen. Een goed programma, daar begint het natuurlijk mee, maar de stad kent ons natuurlijk al. De Leidenaar kent de VVD. Wij zijn inderdaad die club van niet eindeloos ouwehoeren, maar realiseren. En dan denk ik natuurlijk aan de Aalmarkt. De VND, we zien allemaal wat daar gebeurt. Ik las vandaag een tweet van onze bouwwethouder Pieter van Hoetsel. De sting die zichtbaar wordt. Ja, daar gebeurt wat. Maar ik denk natuurlijk ook aan 2000 studentenkamers. Je kunt ook denken aan twee parkeergarages. Of, en misschien zijn sommigen van jullie daar vanavond wel langsgekomen, hè? Als je uit het station komt vanuit je werk en je loopt hier naartoe. Het gat van de Putten. Die lelijke puist tegenover het station. Eindelijk gaan we daar binnenkort iets aan doen. Zodat we ook die lelijke plek in de stad gaan oplossen. En dat is hoe ik mijn club, de VVD, ken. Niet lullen, maar poetsen. Wij maken keuzes. En dat onderscheidt ons als VVD van andere politieke partijen. Laat ik ze een voorbeeld noemen. Iemand een suggestie? De Partij van de Arbeid. Frederik noemde het al, hè? De Churchill Avenue. Ongelooflijk. Ik was zo blij dat we eindelijk de schop in de grond gingen zetten in deze stad. Eindelijk iets gingen doen aan de bereikbaarheid. En wat doet de Partij van de Arbeid met de verkiezingen in zicht? Die warmen die Churchill Avenue Park nog een keer op. Onnodig. Maar ook gewoon, ja, de Leidenaar kun je dat niet uitleggen. Het is ook gewoon ongeloofwaardig dat je dat vlak voor de verkiezingen weer doet. Dan maak je dus geen echte keuzes. He, en als je naar het bereikbaarheidsdossier kijkt, is het niet alleen die Rijnlandroute. Denk bijvoorbeeld eens aan de parkeergarages. Je kunt niet zeggen, wij zijn voor beter parkeren in Leiden, wij zijn voor parkeergarages, maar ja, we hadden er liever één gezien in plaats van twee. Dus we stemmen maar tegen. Dat is niet keuzes maken waar de Leidenaar iets aan heeft. Was er nog iets met bereikbaarheid? Oh ja, parkeren in de wijken. Parkeren in de wijk. Als je nou kritisch kijkt naar het programma van de Partij van de Arbeid, ze doen daar een beetje schimmig over, maar als je goed ingevoerd bent in de materie en je leest dat programma, dan zie je daar gewoon staan. Dat gaat dus €60 in alle wijken kosten voor elke Leidenaar met een auto. €60. En let wel, hè, de twee verdieners onder ons, de twee verdienende stellen, dat is voor de eerste vergunning. Hè. De tweede vergunning, daarvoor ga je helemaal bloeden bij de Partij van de Arbeid. En ik snap wel dat links Leiden dat geld nodig heeft. Ja, want je moet die uitkeringenfabriek die Leiden nu is, die moet je laten draaien. En dat subsidieafhaalloket, dat moeten we blijven spekken. En dat kost allemaal heel erg veel geld. Nou, beste vrienden van de VVD, ik heb slecht nieuws voor meneer Holla en zijn linkse vrienden. Dat gaat niet gebeuren. Dat geld. Dat geld wat linkse politici in deze stad aan dat soort zaken willen uitgeven, dat heeft de VVD al voor een ander doel bestemd. Wij gaan voor belastingverlaging in deze stad. Juist. Geld in de portemonnee van die hardwerkende Leidenaar, dat is hem. De OZB 30% naar beneden in deze stad. En ja, dat betekent ook dat we iets gaan doen aan subsidies in deze stad.
47 miljoen euro per jaar, ieder jaar weer. Het wordt hoog tijd dat daar iets aan gebeurt. En de VVD durft dat soort moeilijke keuzes te maken. Wij gaan dat niet uit de weg. Niet omdat het eenvoudig is om daarin te snijden, maar juist omdat het moeilijk is. In ons programma staat heel duidelijk, al die subsidies, we gaan er kritisch naar kijken. Is dat terecht? Nou, we hebben van de week een programma gehad, of een rapport gehad, van onze rekenkamer, die daar eens onderzoek naar heeft gedaan. En wat denken jullie? Geen van de onderzochte subsidies, geen enkele, daarvan kon de effectiviteit in Leiden worden aangetoond. Geen enkele. Dus heel terecht dat de VVD dat een keer ter discussie durft te stellen. Dat is waar de VVD voor staat. Dat is waar de Leidenaar recht op heeft. En wat mij betreft, dat is ook waarom het zo fijn is dat de Leidenaar op 19 maart iets te kiezen heeft. Dames en heren, ik ga proberen hier iets te onthullen. Wij gaan samen op richting 19 maart naar 77. Dank jullie wel. Bravo.